Coach, van harte gefeliciteerd. Een prachtige overwinning na een zinderende partij. Dat moet ik wel zeggen. Ja. Het was een heel beladen volle wedstrijd. Ik moet zeggen, de eerste helft voelde ik al direct dat de wedstrijd het gaat worden waar we heel diep moesten gaan. Maar ja, elke wedstrijd moeten we spelen zoals dat die aankomt. En, we moeten die wedstrijd lezen. We moeten proberen die wedstrijd naar de hand te trekken. En ik denk dat we dat zeker de tweede helft wel hebben gedaan. Diepgaan, dat hebben jullie zeker gedaan, want steeds een doelpuntje achter. Maar jullie zijn er dan toch op en over gegaan met 7-5 als resultaat. Uiteraard, dat is ons motto, hè. Blijven gaan. Hè. Mentaliteit, karakter is heel belangrijk. We hebben al heel veel achtergestaan dit jaar, maar een wedstrijd die duurt geen 5 of 10 minuten, maar die duurt hier 2 keer 20 effectief. En dat is lang. Dat is lang. En zolang dat je niet 4-5 golen achter staat, dan moet je geduld hebben en de wedstrijd lezen en proberen in te grijpen en de juiste momenten kiezen. En ik denk dat we natuurlijk moeten wel wat geluk hebben, maar ik denk dat we dat vandaag weer al goed gedaan hebben. En ik moet zeggen, het is een heel goede ploeg waar we tegen gespeeld hebben. Maar we hebben dat wat tactisch en met de kopje erbij en niet meegedaan met de heisa. En ik denk dat dat dan tot een goed einde gekomen is. Is dat waarom dat jullie de overwinning naar je hand zetten? Ik denk dat wij de kracht hadden om er te blijven in geloven en om altijd te zeggen van kijk, er is niks gebeurd. En ook in het verleden dat we altijd zijn teruggekomen. En dat geeft ons vertrouwen van in het verleden. En ook natuurlijk, ik hamer erop, ik blijf erop hameren. En desnoods roep ik dat 100.000 keer, maar ik blijf dat hameren. Mentaliteit, karakter, zolang als de wedstrijd nog niet over is, kunnen we die winnen. En dat is weer al eens gebleken vandaag. Een overwinning tegen een team dat mij helemaal bovenaan stond. Dit smaakt naar meer, denk ik dan. Ja, dit smaakt naar meer. Maar elke wedstrijd moeten we week per week bekijken. Het is inderdaad een ploeg die daar niet voor niks staat. Het is een heel goede ploeg. Heel bewegelijke ploeg. Spelen mooie voetbal. Maar ik heb het in het verleden al eens gezegd. Het is niet altijd de meest mooiste voetbal dat wint. Hè? En dat is zowel in het veldvoetbal als in voetbal. Dat is gewoon zo en het is ook de manier van aanpak. En met momenten moet je resultaatvoetbal spelen en dat kunnen wij redelijk goed, moet ik zeggen.